Ik heb me toch een keukenhack vandaag. We willen lekkere smeuïge wraps natuurlijk. Even serieus, dit wil je toch eten? Superleuk dat je weer kijkt. Vandaag is het maandag en dan gaan we koken met slechts 5 ingrediënten. Een lekkere, makkelijke maaltijd. En jongens, laat het hek-alarm maar afgaan, want ik heb me toch een keukenhack vandaag. Dat is de teaser die ik heb geplaatst. Blijf dus kijken. Ik heb echt een toffe tip. Ik ben er heel trots op, maar goed. We gaan maken wraps met pulled chicken. En daarvoor heb je nodig wraps. Kipfilet, paprika, nummer 4 is avocado en de laatste is knoflook. En natuurlijk een beetje peperzout en olie, maar die tellen we niet mee. Let's do this. Oké, ik ga beginnen met de kipfilet. Ik doe die in een pan met water en die ga ik koken. En het ziet er echt super smoetsig uit, maar it does the trick, guys. En nee, dit is niet de hack. Kipfilet in een pan met kokend water. Nou, daar hoef je verder niks mee te doen. Ga ik vervolgens eventjes de paprika snijden. En als je nou één plakje afsnijdt van de paprika, dan kan je heel goed zien waar dat lijstje zit. En dan kan je zo om dat lijstje snijden. En nee, dit is ook niet de hack. Perfectie gesneden, al zeg ik het zelf. Deze ga ik even ontpitten. Dus ik snij ze door om de pit heen. Verwijder de pit. En dan haal ik met een lepel dit eruit. En dat pak ik fijn met een vork. En het liefst heb je hier zo rijp mogelijke avocado's voor. Die pakken gewoon het makkelijkst. Nou, dit is het. Kijk, en dan is dat dus een heel lekker romig prutje. Dan doe ik nog wat peper en zout erdoorheen. Daarmee gaan we straks lekker die wraps mee insmeren. Nou, deze is klaar. Ik ga de kipfilets eruit halen. Die zijn helemaal gekookt. Het ruikt een beetje als kipsoep. Er zit verder nog geen smaak aan. En die doe ik vervolgens in de kom. Ladies and gentlemen, zijn jullie klaar voor de hack van vandaag? Ik ga pulled chicken maken met een mixer. Ja, echt als een trein. Komt ie, ja? Klaar. Je hoeft dus niet ellenlange plukjes te plukken uit je kipfilet. It does the trick. Tadaa. Nou, dit ga ik oppakken met een flinke snuf peper en zout. De kip gaat erbij. Nou, dit bak je lekker goudbruin en ondertussen doe ik er wat knoflook bij. Dan krijgt het nog lekkere, intensere smaak. En als hij nou een beetje te droog is, dan voeg je gewoon een klein beetje olie toe. Goed blijven roeren. En dan gaan zo de paprika reepjes er nog bij. Dat laat ik nog even staan. Nog even gauw de wraps verwarmen in een grote koekenpan. Super, andere in de pan. Deze smeren met het avocado mengsel. Lekker riant. We willen lekkere smeuïge wraps natuurlijk. Dat is ook een mooie tegenhanger tegenover die pulled chicken. Even serieus, dit wil je toch eten? Ik wel in ieder geval. En guess what? Ik ga het ook doen. En ik ga ze toch rollen. Of in ieder geval een soort van bij elkaar houden. Nou, dit is wel een flinke hap hoor. Heel erg lekker. Voor de liefhebbers van knoflook, je kan er ook nog een zelfgemaakt knoflooksausje bij serveren. Lekker mooi met lippenstift. Hashtag I love my job. Dit is echt heel lekker. Maken dus met die mixer. Top receptje. Super snel klaar. Bedankt voor het kijken. Wil je nou als eerste onze video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Is gratis. En daar worden we super blij van. Maar nog belangrijker is, lekker weer kijken de volgende keer. En dat is aanstaande donderdag. Dan zijn Nina en ik weer samen. En dan gaan we maken chocolate chip pancakes. En guess what? Ze zijn healthy! Woehoe! See you next time. Later!